Goedemorgen lieve kijkers, vandaag ga ik kurkumamelk of gouden melk maken van kurkumamix genaamd Golden Mellow. Maar je kunt uiteraard ook 1 theelepel kurkumapoeder samen met 1/4 theelepel zwarte peper maken. En uiteraard plantaardige havermelk. Je mag ook 1 theelepel gemberpoeder erbij doen of een snufje kaneel of beide. Nou, gouden melk, ook bekend als kurkumamelk, is een drank die populair is geworden vanwege de potentiële gezondheidsvoordelen. Het belangrijkste ingrediënt in gouden melk is kurkuma, dat een actieve stof bevat die curcumine wordt genoemd. De reden waarom ik het drink is omdat ik het lekker vind, maar vooral omdat het zeer gunstig is voor mijn gezondheid. Nou, gouden melk heeft namelijk ontstekingsremmende eigenschappen. Curcumine, de belangrijkste actieve stof in kurkuma, staat namelijk bekend om zijn sterke ontstekingsremmende effecten. Chronische ontstekingen houden verband met verschillende gezondheidsproblemen en het verminderen van ontstekingen kan bijdragen aan het algehele welzijn. Nou, kurkuma bevat ook antioxidante effecten, omdat curcumine krachtige antioxiderende eigenschappen bezit en helpt schadelijke vrije radicalen in het lichaam te neutraliseren. Nou, antioxidanten spelen namelijk een cruciale rol bij het beschermen van cellen tegen schade en het ondersteunen van de natuurlijke afweermechanismen van het lichaam. Nou, vanwege de ontstekingsremmende eigenschappen van kurkuma biedt het voor mensen verlichting met gewrichtspijn en artritis. Nou, kurkuma draagt ook bij aan de gezondheid van de spijsvertering. Want kurkuma werd traditioneel gebruikt om de spijsvertering te ondersteunen. Het kan ook de galproductie helpen stimuleren, wat helpt bij de vertering van vetten. Super belangrijk. Bovendien kunnen de ontstekingsremmende effecten ervan ten goede komen aan personen met spijsverteringsstoornissen. Nou, golden milk, kurkumamelk, is ook supergoed voor de hersengezondheid. Curcumine bevordert namelijk de gezondheid van de hersenen. Het kan de bloed-hersenbarrière passeren en is onderzocht vanwege zijn potentiële rol bij het voorkomen of behandelen van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer. Kurkuma is supergoed voor de ondersteuning van het immuunsysteem. Kurkuma heeft immuunversterkende eigenschappen die het lichaam kunnen helpen infecties te bestrijden en de algehele werking van het immuunsysteem te ondersteunen. Nou, ik drink gouden melk meestal voor het slapen gaan, want het verbetert namelijk mijn slaap. Kurkuma kan namelijk een kalmerende effect hebben. Daarom is kurkuma ook supergoed tegen depressie, onrust en slaaploosheid. Nou, mijn golden melk is klaar. Het ziet er super lekker uit. Ik ga hiervan genieten. Nou, mochten jullie deze video een informatieve video vinden, geef het een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee op mijn kanaal veganlounge.nl? Klik dan hieronder op het rode knopje en daarnaast op het belletje, zodat jij een notificatie krijgt zodra ik weer een fantastische video voor jou heb gemaakt. En mocht je geïnteresseerd zijn in deze fantastische kurkumamix, Golden Mellow, klik dan hieronder op de link en gebruik mijn kortingscode VEGANLOUNGE15 en schaf jouw kurkumamix aan. En dan wens ik je een super mooie dag en tot de volgende video. Daag!